Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze fraaie satellietfoto zien we dat er een lage drukgebied boven het noorden van Duitsland richt. Rondom dat lage drukgebied trekken wolkenvelden over Nederland en ook een aantal buien. En dat is al een hele tijd geleden dat we te maken hebben gehad met wat neerslag. Op de radenbeelden kunnen we die buien ook terugzien. Het zijn af en toe best eeuwige exemplaren, dat het echt even flink doorregent. Maar vanuit het noorden wordt het inmiddels op steeds meer plaatsen toch wel droog. In de loop van de avond wordt het ook uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Er komen steeds meer opklaringen vanuit het noorden. Overwege de avond is het een graad of 18. De noord tot noordwestenwind is in eerste instantie nog matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Maar die gaat in de loop van de avond en komende nacht geleidelijk aan verder afnemen. Verder hebben we komende nacht brede opklaringen. En het minimum komt uit rond een graad of 11 bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen. Er kan ook wat nevel ontstaan of een enkele mistbank. Nou, morgen overdag schijnt de zon geregeld, zeker in de kustgebieden zal het behoorlijk zonnig zelfs zijn. Verder landinwaarts ontstaan stapelwolken en met name in het oosten van het land, in de buurt van de oostgrens, daar zou een enkele bui nog tot ontwikkeling kunnen komen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er waait een matige noordelijke wind en het wordt 22 tot 24 graden. Ja, en op donderdag, vrijdag en zaterdag is het over het algemeen behoorlijk zonnig zomerweer. Op donderdag misschien heel lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. En vrijdag en zaterdag blijft het zeker weten droog. Ook dan veel zonneschijn. De middagtemperatuur gaat geleidelijk aan weer verder omhoog. In het binnenland komen we weer op een zomerse 25 tot 28 graden uit. In de kustgebieden rond de graad of 23. En de wind houdt een voorkeur voor de noordelijke richting. En kijken we dan naar de dagen daarna, dan zien we dat in de tweede helft van het weekend en op maandag de temperatuur dicht bij de 30 graden uitkomt op een heleboel plaatsen. En op een aantal plekken zal het er ook zeker overheen gaan. We sprake, dan spreken we van een tropische dag. Daarna doet de temperatuur een klein stapje terug, waarschijnlijk. En wat we dan zien, is dat langzaam de kans op een enkele regen of onwisbaar toeneemt. Maar zoals te zien in deze grafiek, de neerslaghoeveelheden houden nog steeds niet over. Dus het neerslagtekort zal voorlopig nog zeker niet afnemen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.